In de lente overvalt mij dan altijd het gevoel van, oh, ik moet toch dit en dit en dit en dit en dit allemaal doen, oh help. Hallo allemaal, welkom in mijn volkstuin op deze heerlijke dag waarop de vogeltjes lekker fluiten en het lekker rustig is in mijn volkstuin. Ja, mijn challenge in het kader van terug naar je natuur wordt mindful tuinieren. Tuinieren, dat doe ik al heel veel. Alleen waar het bij mij een beetje aan schort is dat ik nogal door kan draven in mijn tuin als ik eenmaal bezig ben. Ik kan dan niet echt goed meer stoppen en soms ben ik met één klus bezig en dan halverwege zie ik alweer iets anders wat gedaan moet worden en dan ga ik daar snel mee verder of ik doe twee dingen tegelijk. En ik heb dus echt best, eerlijk gezegd, best wel een beetje last van tuinstress. En mijn uitdaging wordt vandaag dus om één ding tegelijk te gaan doen in de tuin. Contact met de natuur in je tuin en het met je handen in de aarde bezig zijn. Dat doet allemaal goede dingen met ons brein. Cortisol neemt af, dat is een stresshormoon. Dat is allemaal aangetoond. En serotonine, dat is de geluksboodschapper in onze hersenen. Dat neemt toe. Waardoor we ontspannender worden en positievere emoties krijgen. De lente overvalt mij dan altijd het gevoel van, oh, ik moet toch dit en dit en dit en dit en dit allemaal doen, oh help. De schuur opruimen. Pijlt uit van de troep. Ik schaam me ervoor. Ik moet ook nog zaaien. Groentes, een eenjarige natuurlijk. Ja, ook nog dode plantenresten weghalen. Zodat de nieuwe planten weer de ruimte hebben om te groeien. Gras maaien. Ja, het gras begint ook alweer te groeien. En dan heb ik ook nog plantjes die ik op een andere plek in de tuin wil zetten. En dat moet nu gebeuren, want in de zomer is het te droog en dan slaan ze niet goed aan. Een belangrijke tip die ik jullie kan geven bij mindful tuinieren is om van tevoren even goed na te denken voordat je de tuin ingaat. Wat ga ik vandaag doen? En je daar ook aan bij te houden. Als je gewoon lukraak de tuin in loopt, dan is de kans veel groter dat je allerlei klussen ziet en van alles tegelijk wil gaan doen en dus heel gejaagd gaat worden. Dit zijn hele fijne, leuke geranium rosanne plantjes met een mooi blauw bloemetje. Alleen deze plantjes die staan hier niet goed. Hier achter mij zie je deze plant. Hij is nu helemaal door, maar dit wordt een enorme joekel in de zomer. En hij neemt het helemaal over van deze plantje, wordt helemaal weggedrukt. Op zich is het wel een sterk plantje, maar hij staat hier gewoon niet goed. Dus wat ik ga doen is dit plantje verplaatsen naar een plek waar hij beter tot zijn recht komt. En waar ik hem ook beter kan zien. Waar ik er meer van kan genieten in de tuin. Ook heel belangrijk natuurlijk. Nou, wat ik dus nu ga doen is deze geraniumplantjes weghalen. Het is het beste om dat nu te doen. En ik ga lekker met mijn handen in de aarde. Heerlijk. Met kluit eruit haalt, hè? Dan beschadig je de wortel zo min mogelijk. Daar ga ik dan. Nou, dit lijkt me wel een mooi plekje voor deze geranium rosanne. Mooie blauwe bloemetje. Zo mooi bij het terras. Nou, hier heb ik nog een mooi plekje over, dus hier kunnen ze een mooie plant worden. Let erop dat je de wortels goed de ruimte geeft. Thank you.
Dat helpt de plantjes om even goed aan te slaan. Zo, het is al best wel laat, al bijna 4:15. Ging toch sneller dan ik had gedacht, de tijd. Maar ik wil ook nog gras maaien. Wat moet eigenlijk gebeuren? Dat gras wordt maar langer. De kapucijners, hier heb ik ze. Die moeten ook nog gezaaid worden, want anders hebben we straks geen verse kapucijners. En die moeten nu eigenlijk echt de grond in. Dus even denken hoor. Nee, ja, ik ga me toch maar aan mijn voornemen houden. En dat is dat ik het hierbij ga laten vandaag. En ik ga eens lekker even in het zonnetje zitten en genieten ook van mijn tuin. Ik hoop dat ik jullie enthousiast heb gemaakt voor ten eerste tuinieren en ten tweede voor mindful tuinieren. En als jullie nog tips voor mij hebben voor mindful tuinieren, dan hoor ik het graag. Tot ziens. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Want er komen nog heel veel leuke andere video's aan.